Welkom bij de Cybercrime tip die deze keer in het teken staat van het voorkomen van phishing. Om phishing te voorkomen is het belangrijk te weten wat phishing precies is. Met phishing probeert een crimineel een slachtoffer te bewegen tot het ondernemen van een actie. Dit kan zijn een klikactie waarin het slachtoffer wordt geleid naar een malafide website. Dit kan zijn een downloadactie waarin het slachtoffer een bestand downloadt wat een virus blijkt te zijn. Dit kan ook zijn dat de crimineel het slachtoffer vanuit de inhoud van de mail beweegt tot het overmaken van geld. Wij gaan vandaag kijken naar alle drie deze vormen van e-mails, maar dat wil niet zeggen dat dit alleen via de e-mail binnenkomt. Dit kan ook via de sms, smishing genoemd. Dit kan via WhatsApp of via een andere chat-applicatie. In het eerste mailberichtje wordt aan het slachtoffer gevraagd naar een website te gaan, namelijk die van de Rabobank.nl. Hoe herken je dan dat dit een phishing-mailtje betreft? Dat herken je niet aan het afzendadres, want dat kan een crimineel aanpassen. Dat herken je niet aan waar naartoe het gaat adres, want dat ben je zelf. Dat herken je vooral aan de inhoud van het mailberichtje. In dit geval op het moment dat je met je muis over de link heen beweegt, dan zie je dat je niet gaat naar de Rabobank.nl, maar dat je naar een andere website toe gaat. In het tweede mailberichtje, daarin wordt gevraagd om een bestand te downloaden. In dit geval zou dat bestand waarschijnlijk een stukje virus bevatten. In het derde voorbeeld, daarin wordt het slachtoffer vanuit de inhoud van het mailbericht bewogen tot het overmaken van 600 euro aan bitcoins naar een bitcoinrekening, anders wordt er informatie over hem verspreid. Hierin wordt ook een tijd genoemd dat het slachtoffer dat binnen 48 uur moet doen. En ook vaak een kenmerk van phishing. Zo snel mogelijk, zodat het slachtoffer geen tijd heeft om na te denken over de berichtgeving. Phishing voorkom je door phishing te herkennen en te vertrouwen op je onderbuikgevoel. Dit was de Cybercrime tip: hoe voorkom je phishing?